Al uw levensvragen in 5 minuten. Deze keer met Ineke Ludikhuizen. Ineke, houdt een relatie op bij de dood? Op een bepaalde manier wel natuurlijk, omdat je niet meer zoals je gewend bent met elkaar om kunt gaan. Maar voor mij is het zo dat ik na de dood van mijn man Wim... Wim Aantjes, ja, dat ik steeds ben blijven praten met hem bijvoorbeeld. Ik ga ook iedere dag naar zijn graf. En dan, iedere dag? Iedere dag, ja. Zo, vanochtend vroeg ben ik ook al geweest, even nu bloemetjes laten geven. En er staat altijd een kaarsje te branden. En dan, het is niet dat ik hardop praat. Er zijn mensen op de begraafplaats die dat doen. Ja? Die hardop praten dan tegen de overledene. Dat vind ik iets te gek of zo. Ik weet niet, vind ik een beetje raar. Maar wel zo in jezelf, dat je dan toch een gesprekje voert. Ook wel in sommige situaties. Dat ik me probeer te herinneren van wat zou Wim hiervan gevonden hebben? Wat zou hij nu geschreven hebben? Welke tweet zou hij gestuurd hebben? En dat ik dan als het ware in mijn hoofd met hem daarover overleg. Van, goh, wat zou je hier nou van gevonden hebben? Ja. Dus op die manier gaat het wel door. Maar wat voor mij het lastigste is, is dat aanraking, hè? En echt dicht bij elkaar zijn, dat er niet meer is. Dat je niet even zo in bed een hand uit kunt steken en hem dan voelen daar liggen. Dat vind ik, dat houdt echt op. Hij zei een keer in de nacht, toen kan ik vertellen dat ik zo graag kus met mijn vrouw. dat soort dingen. Dat is echt weg en dat mis je enorm. Hè? Mm-hmm. Maar op andere manieren is hij wel om mij heen. Ik heb dat ook een beetje, wat zal ik zeggen, met allerlei foto's en dingetjes van hem zo in mijn kamer. Zodat ik zo aan alle kanten omringd ben, ook letterlijk met foto's en plaatjes, tekeningen van Wim. Dat op een of andere manier helpt mij dat ook. Om op deze manier met hem te leven. En ken je ook het gevoel, dat heb ik met een broer die overleden is, dat een bepaald stof is neergedwarreld die ingewikkeld waren tussen ons. En dat er een soort het wezen van hem dichterbij is gekomen. Een grondtoon van hem, die ik misschien eerder niet hoorde. Wat ik me heel vaak herinner, is zijn ongelofelijke levenskracht en moed en lol ook. Hè? Dus alles daaromheen, van dat je toch wel een beetje een heel erg oude man zag die heel erg ziek was, of zeker van de laatste tijd, of iemand die een beetje krakkemikkig achter zijn rollator aanloopt. Al dat stof, zoals jij het noemt, dat is weg. En wat ik me vooral herinner is dan die wil en die kracht om te blijven leven. Zelfs toen hij er al bijna niet meer was, dat hij zei tegen de huisarts, nee, maar ik wil gewoon zo graag leven voor haar. Ach, wees hij zo naar mij. Ja. Ja, dat vind ik wel, dat vind ik heel mooi en heel krachtig. Ja. Ach, wat liefdevol, mooi statement. Hè? Oh, ja. En liefdevol, ja. Ja. En het is natuurlijk ook voor jou een verrassing, dan ben je eenmaal weduwe, hoe het dan met je gaat. Hoe gaat het? Met mij gaat het goed, ja. Ik heb ontdekt dat ik het kan, dat ik zonder Wim ook kan leven, een goed leven ook kan hebben. Dat ik echt niet treurend thuis zit. En natuurlijk, ik mis hem enorm. Maar er is ook weer gewoon opnieuw vrolijkheid in het leven en plannen en lol. Hè? En er gewoon zin in hebben, ook in de dag. Ja, het is niet zwart. Het is niet. Ja, sommige mensen die vragen mij van, ben je niet in een zwart gat gevallen? Nee. Ik ben wel ergens ingevallen misschien, maar het is niet zwart. Ja.
Dus op de vraag, houdt die relatie op bij de dood, zeg jij? Nou, wat voor mij het belangrijkste is, dat je ook dicht bij elkaar bent. Intimiteit, dat is echt weg. En ja, dus op die manier is het weg. Ja. En natuurlijk, je probeert iemand bij je te houden. En dat doe je. Ja, op de manieren door hem te herinneren, door te kijken waar zat zijn kracht, door in je gedachten af en toe nog met hem hele gesprekken te voeren. Dat probeer je wel, maar nee, het gaat niet door. Dankjewel. Wat is uw antwoord op deze levensvraag? Reageer op onze Facebookpagina. En we zijn er ook iedere zondag om 8:30 's ochtends op NPO 2.